Oké, mijn eyeliner zit er nog op. En bij jou ook. En het verschil is, bij haar zit het er mooi op. En bij mij is het gewoon overgebleven van wat ik er niet weg kreeg. Maar we zijn nu klaar met de videoshoot. Wat vond je ervan? Heel leuk. Ik heb nog nooit op zo'n manier iets gedaan, denk ik. Ik heb wel vaker van die videoshoots gedaan. Maar het is wel grappig om in een rol te moeten kruipen of zo. Oh ja. Dus dat was voor mij de eerste keer. En ik ben eigenlijk altijd een beetje shy voor de camera's en ik hou er niet echt van. Dus het is eigenlijk een goede oefening tegelijkertijd ook, denk ik. Oh, dat shy, dat zag ik nog niet. Nee? Nee, maar ik kan me er dus wel een soort van overheen zetten hoor. Maar toch ergens ben ik een soort van... Ja, ik vond dit hele ene shot vet met je lenzen in. Ja. Met je ogen. Heel nice. Het zat aan de ene kant een beetje scary en het zag er toch echt heel vet uit. Ja. Dus die vond ik heel tof. Ik ben echt sowieso blij dat je hebt meegewerkt vandaag. Ik ben blij dat je me hebt gevraagd. En ik moest dat even nadenken. Waar kennen we elkaar ook wel weer van? Villa Italia. Ja, dat wel echt. Echt Villa Italia. Seizoen 1. Seizoen 1. Leukste seizoen. Ja. Leukste seizoen. Het was ook een heftig seizoen. Ja, hele leuke momenten denk ik. De groep was ook heel erg leuk. Ik heb daar wel hele leuke herinneringen aan. Het was voor mij echt de eerste keer ook met dans en zo erbij. Dus dat was eigenlijk heel spannend, maar wel heel leuk. Ja. Ja. We zijn nu bezig met het 3.0 project. En het staat ook een beetje gewoon voor een bepaald doel wat je hebt. Of een bepaalde visie die je voor jezelf zou hebben. Wat is die voor jou? Voor mijn gevoel zit ik zelf ook in die 3.0 fase, denk ik. Ik heb heel veel dingen achter me gelaten. Heel veel coverbands achter me gelaten. Dat doe ik eigenlijk allemaal niet meer. En ik heb natuurlijk mijn eigen showtje waar je alle choreo's van hebt gemaakt. En ik hoop zelfs dat op die manier te kunnen afbouwen. Ik zit veel in de studio. Laatst is een soort van mijn eerste single uitgekomen. Het voelt niet helemaal als mijn eerste single, omdat het eigenlijk vanuit de Toyota reclame komt. Mm-hmm. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om echt mijn eigen werk uit te brengen en daarmee op te treden. Dat is voor mij echt wel de 3.0. Oh ja. Ja, daarmee mogen optreden. Daar een show van mogen maken. Dus... In die fase, daar zit ik middenin eigenlijk. Ja, maar dat is ook echt als artiest natuurlijk ook wel het tofste. Ja. En het is wel grappig, want het is voor mij eigenlijk nu eigenlijk dat ook wel. Het is nu voor het eerst dat ik echt iets maak wat niet in opdracht is van iets. En echt gewoon uit een idee van mezelf. En dan ook nog weer in het extreme, het gaat dan echt over mijn leven. Dus wel grappig, want daar komen we dan toch een beetje overheen. Ja, dat weet ik wel zeker. Soms voelt het ergens een klein beetje egoïstisch of zo. Maar aan de andere kant ook heel bevrijdend. Ja, ik moet er sowieso heel erg aan. Ik moet er echt aan wennen dat je iets maakt voor jezelf, om jezelf heen. Het draait echt om jou. Ja, zeg maar. Dat is gek, maar tegelijkertijd wel heel fijn. Ja, heel bevrijdend of zo. Ja. Ja, in ieder geval tof dat je daar deel van uit wilde maken. Ja, dankjewel. En heel erg bedankt voor vandaag. En jullie bedankt voor het kijken en het luisteren. Bye!